beproefde smaak van het land van Maas en Waal. Zo heet de nieuwe streekmarkt in Druten. Deze markt is dit jaar voor het eerst georganiseerd om de lokale boeren, telers en makers in het land van Maas en Waal te promoten. Want nog niet iedereen weet de lokale producenten te vinden. En dat moet anders. Het is een middel om deze boeren, telers en makers een podium te geven. En de volgende stap is om deze beweging op gang te houden. Vanochtend is de opening gedaan door onze lokale burgemeester, Willy Brink. En die heeft ook benoemd van, we kennen elkaar, we moeten de krachten bundelen en wie weet wat eruit voortkomt. Nou ja, omdat heel veel mensen eigenlijk nog niet weten wat er eigenlijk allemaal ook geproduceerd wordt in zo'n streek. Hè. Ook vaak op alternatieve manier, ambachtelijk. Ook het buitengebied krijgt natuurlijk andere functies. En als je op deze manier ook een goede boterham kunt verdienen als bedrijf in het buitengebied, dan is dat natuurlijk mooi voor ons, voor de betreffende bedrijven en voor de economie en voor de recreatie en toerisme. Inwoners van de streek zijn vaak niet bekend met lokale boeren, telers en makers. En deze ondernemers willen juist zo graag mensen uit hun eigen streek bereiken. Er was zeker behoefte om meer zichtbaar te zijn in de regio. Men kent Maas en Waal en men kent hier de regio Rivierenland van de appels, de peren en de kersen en nu de pruimen. Maar er is echt zoveel meer. Van de mooie kaarsen, de creatieve, maar ook onze hip en tip. Weet je, zij organiseren fietstochten, publiciteit vanuit de regio. Dus die combinatie en het versterken van elkaar. De deelnemers van de streekmarkt weten al hoe belangrijk die samenwerking is. Ook hele leuke kersttaartjes. We werken samen met Bouwmans uit Puiflijk. En daar maken we hele leuke klappertietaartjes. Die garen we alle minuten hier op de barbecue. En we werken ook veel met de Haneman. En de Haneman komt uit Winsen en daar serveren we de wijn. En die heeft een heerlijke witte wijn die we eigenlijk bij elk voorgerecht serveren in ons restaurant. Nou, we hebben bijvoorbeeld biologisch sap van Haneman, biologische fruitteler uit Winsen, dat verkoop ik. Biologische ijsjes van ons ei, dat is een biologische legkippenboerderij bij ons in de straat, daar verkoop ik de ijsjes van. Nou, ik vind het gewoon belangrijk dat we hebben zulke prachtige bedrijven in Maas en Waal en daar mogen we trots op zijn. Dus daar mogen we ook juist heel fijn mee samenwerken. Het is gewoon heel erg mooi. De reden om samen te werken is dat je elkaar alleen maar kunt versterken en mensen willen heel graag weten waar hun eten vandaan komt. En aangezien wij zelf biologisch zijn, is het ook fijn om biologische producten van je collega's te verkopen. Uiteindelijk moet de streekmarkt het aantrekkelijker en makkelijker maken voor de consument om vaker producten te kopen bij lokale ondernemers. Ook natuurlijk voor onze eigen promotie, want we zitten natuurlijk wel in het land van Maas en Waal in Druten. En we hebben best een groot bereik, ook best wel mensen vanuit Arnhem, Tiel, alle kanten. Maar ook bij de lokale ondernemers, de lokale mensen, de mensen die op vakantie zijn. We hebben heel veel toeristen en ook ons om even te laten zien. En ik vind het ook altijd belangrijk om dit te ondersteunen. Ja, want heel veel mensen reageren van, oh, komen jullie uit Drummel? Oh, nooit van gehoord. Dus het is ook wel een manier om je te laten zien. Je bent in het centrum van land van Maas en Waal, Druten, Ramblas, met een Frans gevoel. Nou, de zon speelt natuurlijk mee. Mensen zijn enthousiast. Het is een streekmarkt van Maas en Waal. En al het mooie en al het lekkere wat Maas en Waal te bieden is, ja, kijk zelf, en ruik, en proef.